Dit was niet... Ze komen met politieauto's achter me aan. Dit was oprecht niet de bedoeling. Wauw. Oh! Oh nee, kijk uit! Oké, moet je eens kijken hoeveel spullen ik heb gekregen in deze Fake Mytopia server. Ik heb een wapenstok, ik heb een bow gekregen met Infinity, een mes heb ik gekregen, TNT, wat ik kan laten opblazen. Ik ben in Vanish en ik heb heel sterk armor en ik ga dit allemaal gebruiken voor een video hier in een Fake Mytopia server. Ik ga namelijk iets heel tofs doen in Cavetopia. Ik ga namelijk met dit TNT, ga ik mensen opblazen. Denk bijvoorbeeld aan de politie, denk bijvoorbeeld aan het politiebureau, aan deze auto. En ik weet dat ze daar ook op de brug douane aan het doen. Er zijn heel veel leger en politiemannen staan daar. Dus ik zou zeggen, knal keihard op de blauwe duimpje hoog binnen 5 seconden. En dan, ja, zou ik dat super tof vinden. Dus binnen 5 seconden op de blauwe duimpje hoog klikken. Doe het binnen 5, 4, 3, 2, 1. Is het jou gelukt? Zet het in de comments, in de reacties. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij snelle vingers hebt van, oh, snel liken. Maar goed, oké, ik ben dus hier. Ik sta in Vanish, dus niemand kan mij zien. Ik denk als ik uit Vanish ga, dat er ook heel veel mensen achter me aankomen. Dat maakt niet uit. Ik ga gewoon hele toffe dingen doen hier. Ik denk dat ik wel wat kan gaan opblazen. Ik had dat afgesproken met een aantal stafleden. De rest weet er niet vanaf. Ik kan namelijk gewoon even wat opblazen. Wapenstokje. Ik kan gewoon weer even lekker gaan pranken, onder andere. Maar ook een beetje kloten. Dingen exploderen. Op deze Fake Mytopia server, hoe tof is dit? Oeh, er rijdt hier ook een auto langs van de politie. Laten we die gewoon gelijk volgen. Ik ga wel even uit Vanish, want dan weten mensen dat ik online ben. En dan staat het hier. Je bent uit Vanish. Shiro Echo komt erbij. Hij reed die kant op en daar is ook de douane. Oeh, ik moet niet mijn wapenstok in mijn hand houden, want dat is niet heel handig. Dat doe je niet in het echt ook niet, want dan word je aangehouden, want het is een wapen. Goed, ik zou zeggen, join natuurlijk ook zeker even deze server. Cavetopia, play.cavecity.nl. Dat is echt heel erg tof. Ik speel er ook op en Marnik volgens mij ook. En er zagen mensen mij. Mensen zagen mij. Er zien echt sommige legermensen kijken me aan. Maar goed, in ieder geval, join natuurlijk even zeker deze server. Wie weet kan ik jou wel tegenkomen hier. En hoe tof zou dat zijn? Ja, dat zou toch gewoon cool zijn. Dat zou cool zijn. Ja, oké, ik zie daar Ronaldo lopen. Ronaldo de voetballer. Nou, dat ook niet. Maar, er staat hier. Er spotten sommige mensen mij al. Want die zien gewoon dat ik online ben. Trouwens, wat mij ook opviel. Ik kan het wel even bij. Oh nee, ik heb mijn telefoon hier niet. Er zijn namelijk 53% van mijn kijkers zijn niet geabonneerd op mijn kanaal. Dus ik zou zeggen, waar wacht je op? Abonneer gewoon. Doe het gewoon. Waar wacht je op? Abonneer keihard hier beneden op dat abonneerknopje. Ik zie hier heel veel agenten en leger of wat het ook is. Volgens mij is dat het leger en agenten. Ze werken samen hier. En ze zijn hier dus de douane aan het doen. En bij deze douane moet je gewoon heel simpel, als je naar de overkant van de stad wilt, dus naar het industriedomein. Ik denk gewoon de Kaap, zeg maar. Maar dan in deze Fake Mytopia server soort van, om het te vergelijken. Waar je heel veel spullen kan gaan verdienen en zo. Daar kan je naartoe. Maar dan moet je wel door de douane heen. Maar ik heb natuurlijk gewoon wapens mee. Dus ik kan daar niet komen. Wat? Wil je een screen? Huh? Mensen zitten met mij te... Wat? Wat gebeurt hier? Zeer erg typt in de chat. Hey Tijn. Hallo. Ja, iemand probeert hier mij te dollen. Want ik had namelijk met de staflid gepraat. En die zei tegen mij dat ik deze comment kon gebruiken. En dat ik kon typen. Sub op de serial gamer. Oh nee, ik kan hij niet... Oh nee, omdat hij OP heeft, kan ik hem dat niet laten zeggen. Oké, ik kan niet zeggen tegen... Oké, ik ga mensen trollen, oké? Als ik namelijk deze comment uitvoer... Nou, stel je voor, ik ga deze comment gebruiken. Sudo. En dan bijvoorbeeld Senne. Senne 06. En dan zeg ik C daarachter, dubbele punt. Hoe gaat het met... Oh nee, wacht. Super Shiaki aan. Oh mijn god. Wat als ik deze... Als ik deze comment gebruik die nu in de chat staat. Sudo Senne 06C, dubbele punt, hou Super Shiaki aan. Dat Super Shiaki is de persoon die hier voor me staat. Als ik deze comment nu op enter klik, dan zegt Senne 06, dus deze agent, zegt dan hou Super Shiaki aan. Dus dat ga ik nu doen. Oh nee, dat kan niet, omdat hij OP is. Omdat hij staf is. Oké. Dan moet ik iemand anders doen. Dat doe ik bijvoorbeeld It's Just Lars. It's Just Lars. En die zegt nu, hou Super Shiaki aan. En hoe gaat Super Shiaki reageren? Waarom? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. En Senne zegt Super Shiaki, wat is daarmee? Hoezo krijg ik dit in mijn hand? Het is een nepklok. Straks word ik nog aangehouden. Oké, Super Shiaki wordt nu zogenaamd aangehouden. Tenminste, nee, hoe moet ik dat zeggen? Piu piu. Ja, dit is een nepgeweer. Oh, oh! Oh nee! Oh nee, ik heb toch ook... Nee, ik deed...
dit per ongeluk gedaan? Nee, dit was per ongeluk. Nee, ik was nog helemaal bezig met het verhaal. Ik was er net nog even lekker bezig met die comment, waardoor je mensen iets kunt laten zeggen. Oh, zonder dat ze het doorhebben. Nee, dit was helemaal niet de bedoeling. Oh, ze zijn wel echt alert. Dit was niet... Ze komen met politieauto's achter me aan. Dit was oprecht niet de bedoeling. Wauw. Nee, nu heb ik al een achtervolging. Ik wou helemaal niet dat ze wisten dat ik TNT mee had. Nee. Oh mijn god, weet je wat we gaan doen? We kunnen wel de douane gaan proberen op te blazen. Gaan we doen. We zijn nu toch bezig, dus dat moeten we toch doen. Oké, komen we. Oh, wat? De poort gaat gewoon open. Ik hoef het niet eens op te blazen, joh. Hier, komt-ie. Pop! Hier, komt-ie. Explosie. Kijk uit. Oké, dat was een flinke anticlimax. Gewoon redden. De TNT werkt niet hier. Oh nee. Oh nee, ik heb ook geen kogels. Nee. Nee, ik spring er zelf in. Wat gebeurt hier? Nee. Oh mijn god, wat ben ik... Oh, alles gaat fout. Hier. Oh nee, kijk uit! Oh mijn god, dat was niet de bedoeling! Nee! Oké, wat doe ik? Ik sloop die hele map, dit is niet de bedoeling. Iemand plaatst een ladder, ik weet niet wat hier gebeurt. Er gebeuren hier zoveel dingen. Nee! Oh, het is wel kapot, huh? Oh, wat? Het is wel kapot gegaan? Huh? Er gebeuren hier veel te veel dingen voor mij. Er komt daar nu weer een agent. Huh? Wie heeft ook TNT? Er hebben ook andere mensen TNT. Ik heb dus één TNT geplaatst en die stak ik aan, maar uiteindelijk gebeurde er niks. Uiteindelijk misschien ook wel. Uiteindelijk blijkbaar wel. Toen ik terugkwam zag ik een dikke explosie, maar... Wat de heck gebeurt hier allemaal? Wel super grappig. Maar ik heb nog genoeg TNT, ik heb nog genoeg... Ja, ik heb alleen geen kogels, maar prima. Wat is hierboven? Oh, hè? Een geheime ingang. Lol. Een geheime ingang in Cavehood. Dit is Cavehood. Dit is een ander gedeelte van de stad waar je anders door de douane heen moet. Maar ik heb die douane opgeblazen, volgens mij. Normaal gesproken moet je hier met de douane... Oh, er staat de politieauto. Normaal gesproken moet je daar doorheen. Maar je kan ook via de riool. Dat is super gaaf. Ik wil namelijk weer een comment uitvoeren. Ik wil dat ze nu namelijk hier weggaan. Dat ik weer gewoon bij de douane nog iets kan proberen. Oké, er staan hier heel veel mensen. Laat maar. Ik heb veel te veel tijd nodig om die comment uit te voeren. Ik heb hier geen tijd voor. Jongens, ik heb niet eens tijd om die comment uit te voeren. Wah! Oh mijn god, dit is wel helemaal opgeblazen trouwens. Maar volgens mij komt dat niet door mijn TNT. Misschien ook wel, ik weet het niet. Ik heb niks. U bent aangehouden. Ja, doe dan. Zet krokodil. Ik wilde... Oh, wat? Ze zitten serieus weer achter me aan, hè. Gast, kerel. Dit is zo... Ja, ze kunnen mij toch niet vermoorden of zo. Maar het is wel lastig of zo. Ik probeerde de douane kapot te maken. Dat lukt uiteindelijk niet. Ja, uiteindelijk ook wel. Ik weet het niet. Misschien zat er ook wel vertraging in de TNT. In die TNT, ik weet het niet. Oh mijn god, hoeveel agenten zitten er wel niet achter me aan? Hoeveel zijn dit er? 1, 2, die achter mij is ook een agent. Volgens mij is dat de hoofdagent. Wat gebeurt hier? Nee joh. Oh, wat? Waarom loop ik ineens zo traag? Oh, ik moet eten. Ik ben echt noob in Minecraft. Oké, ik doe de poortjes dicht. Jullie kunnen de poortjes niet openen. Ja, het lukt. Het lukt. SL Krokodil zegt, laten we terugtrekken. Die Serieur is veel te sterk. Dat is dus nu wat ik hem laat zeggen, hè. Hij typt dat niet, ik typ dat voor hem. Even voor de mensen. Oh my god, dit is machtig. Ik word helemaal boos hiervan. Ik word echt helemaal boos, want ik wil gewoon die comments gebruiken. Alleen het lukt niet. Ik heb zo'n toffe voorbereiding. Alleen het werkt gewoon niet. Dat TNT ging niet af. Uiteindelijk ging het wel af trouwens, maar het was niet volgens mijn planning. Ik vluchtte, ik wou die TNT... Oké, wat er gebeurde? Ik had mijn TNT in mijn hand, wat niet de bedoeling was. Ik had TNT geplaatst bij de douane, waar ik gelijk was zien hoe het ging opploffen. Ga hier staan. Joey. Kom. Joey. Huh, waar is Joey? Joey is uitgelogd, of niet? Ja, Joey is uit... Joey, je laat me in de steek. Ik wou je opblazen. Twisten, je bedreigen als ze dichterbij komen dat ik dan jou zou opblazen. Oh my god. Oh my god, verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Joey, kom. Joey, kom. Joey. Nee, Joey, je laat me in de steek. Kom. Joey, kom. Joey. Nee, Joey. Joey.
Joey, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je, Joey? Je verpest het helemaal, Joey. Ja, en nu ben ik omsingeld. Door echt het hele leger. Ik ben letterlijk helemaal omsingeld door het echte leger en politieagenten voor me hier. Oké, ik geef me over. Dit is niet anders. Wat? Nee! Wat, Joey? Het is allemaal jouw fout. Omdat jij niet in de TNT ging staan. Als jij op de TNT had kunnen staan, dan zei ik tegen jou van... Hé, blijf daar staan. En dan had ik gezegd tegen ze, de agenten van... Hé, kom niet verder, anders had ik het opgeblazen. Ah! Oh, het glas! Het glas, ja! Huh? Ja, toe. Oh mijn god, ze gaan naar beneden. Moet je kijken, wat een hoeps. Ze gaan allemaal naar beneden. Ze gaan allemaal naar beneden. Ze dachten dat ik naar beneden was gegaan. Ja. Dit maakt het alles weer goed. Dit maakt de hele video weer helemaal compleet. Oh nee, ze hebben een ladder geplaatst. Oké, ik ga weer wegrennen. Oké, ik ben oprecht super noob. Ik heb serieus zonder facecam opgenomen een hele tijd. Oh. Maar knal natuurlijk even keihard op dat blauwe duimpje omhoog. Want ik heb natuurlijk wel een beetje ongeluk gehad. Dus dat zou me wel mijn hele dag weer compleet maken. Reageer natuurlijk even zeker wat jullie hiervan vonden. En of jij het hebt gehaald binnen die 5 seconden die like te geven. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En check natuurlijk even zeker deze video. Of eigenlijk deze video. Ja, ook uit. Maar ik bedoel ook even deze server uit. Het heet namelijk Cavetopia. Play.cavecity.nl. En kom natuurlijk zeker even online op deze server. Hoe tof zou dat zijn? Wie weet kom ik dan jou wel weer tegen. Dat zijn super... Oh, bootje, gaan we! Let's go! Op naar de volgende video weer. Later!